De ChristenUnie maakt zich zorgen over de viering van Bevrijdingsdag sinds het 5 Mei-comité niet meer bestaat. Het heeft volgens de partij te maken met de plannen die er vorig jaar waren om verschillende comités samen te voegen. Het gaat om het 5 Mei-comité, de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken en het Oranje-comité. De ChristenUnie vreest dat met één groot comité de 5 Mei-viering naar de achtergrond verdwijnt. Ik weet wel dat verschillende van die comité's regelmatig met problemen met financiën hebben gezeten. En ik kan mij goed voorstellen dat er prioriteiten worden gesteld. En wij zouden het in ieder geval heel belangrijk vinden dat zeker Koninginnedag en 4 mei en 5 mei op een goede manier behouden blijft. En als de Koninklijke Vereniging voor Volksmaken het gaat doen, die hebben altijd toch eigenlijk 28 augustus en Sinterklaas en dat soort zaken als hun belangrijkste aandachtspunten gehad. En wij zijn bang dat Koninginnedag en Bevrijdingsdag zeg maar daaronder kunnen gaan leiden. De ChristenUnie vindt het van kapitaal belang dat de 5 mei-vering blijft bestaan, zoals die ieder jaar wordt gevierd. Het kan natuurlijk heel gemakkelijk wegzakken, het besef dat we in vrijheid leven. Maar 62 jaar geleden zijn we bevrijd. En wij denken dat het belangrijk blijft om dat te blijven vieren. Zeker voor de jongere mensen die geen oorlog kennen. En uh, daar moet je dus bij stil blijven staan. De ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van BMW.